Ik ben Antoine van het studententeam van CORE. Dus CORE is een team dat actief is in het ontwerpen en uitwerken van projecten rond duurzaam energieverbruik en circulaire economie. CORE zal hier actief zijn in de maakleerplek en meer specifiek in het high-tech lab door bepaalde workshops te geven doorheen het jaar en ook door hier in de high-tech lab zelf te helpen. Hallo, ik ben Anton van Sheep on Wheels. Sheep on Wheels is een kleine VZ2 van een tiental groep vrienden die zich bezighoudt rond het plastiekprobleem. En vooral het sensibiliseren ervan dat er effectief een probleem is. Dit doen wij aan de hand van onze machines die wij meenemen in onze trailer. Zo gaan wij rond op verschillende plaatsen in België, festivals, scholen, om op die manier het plastiekprobleem uit te leggen en ook welke oplossing wij ervoor hebben om zo aan de hand van toch het afval dat er is, een nieuw product te maken. Zo gaan we van dopjes naar hoesjes, zo gaan we van dopjes naar tegels, zo gaan we van dopjes naar platen. Maar niet alleen dopjes, maar alle soorten plastic, bijna alle soorten plastic, zijn recycleerbaar. Wat wil ik de bezoekers van de high-tech lab doorgeven? Wel, ten eerste technische kennis van allerlei machines die hier staan. We hebben hier 3D-printers staan, ook een grote laserkitter achter mij. Ik wil doorgeven hoe dat die machines werken en hoe dat je ze best kunt bedienen. Ten tweede ook wil ik alle makers die hier komen helpen met hun projecten uit te werken. Er zijn hier geen limieten van wat je hier allemaal kunt doen en het ligt aan jullie om met de gekste projecten te komen, zodat wij kunnen helpen om die waar te maken. High-tech Lab is een circulair maaklabo dat zich laat open is voor iedereen en waar iedereen van een idee, een product of een project kan maken. Zoals het in de naam al staat, het is een maaklabo. Het is een open werkplek waar je binnen kan komen, waar er verschillende machines staan en waarmee je van allerlei dingen kan maken. De nadruk ligt wel op het circulaire. Waarom circulair? Wat houdt dat in? Circulaire houdt in dat je niet met een eindproduct komt dat je niet meer kunt gebruiken. Maar als je eens dat je op de eindfase van een product komt, dat je dat terug kan hergebruiken of gaan recycleren, om dat dan op die manier terug tot een nieuw of een heel ander product te maken. En de bedoeling is dat mensen hier in High-Tech Lab ook dat kunnen doen. En dat kunnen we doen aan de hand van vooral plasticmachines, recyclagemachines, waarbij je het plastic kan gaan shredden en dan kan omvormen tot een heel nieuw product aan de hand van allerlei machines. Wij van het Sheep on Wheels, wij leveren hier ook machines die jullie binnenkort kunnen gebruiken. Deze machines zijn zelf gemaakt, zelf ontworpen allemaal door ons. Deze zijn gebaseerd op het hele precious plastic idee van Dave Hackens. Maar die zijn door ons aangepast naar onze noden. De machines die wij hier hebben staan voor jullie, dat zijn de injection, de extrusion en de sheet press. De sheet press, daar kan je platen mee maken, daar ga je korrel in doen. Je neemt de dikte die je wilt en daaruit krijg je dan de plaat, gerecycleerde plaat, kan tot 2 centimeter dik. Dan hebben we nog de injection en de extrusion. Daar kan je verschillende mallen aanhangen om bijvoorbeeld met de extrusion, daar zit een motor aan en de injection is eigenlijk hetzelfde systeem, maar handmatig. En daar kan je van alles aan, van allerlei mallen aanhangen om dan producten mee te maken, zoals balken, zoals hoesjes, zoals tegels. Alles wat je kan inbeelden, kan je hier maken met onze machine. De bedoeling is ook om hier in High-Tech Lab een open community te maken waar dat iedereen welkom is en van elkaars expertise kan leren. Het zit ook in de naam Maak Leerplek, want we maken hier, maar we leren hier ook van elkaar. En we zitten hier met van allerlei soorten mensen, ingenieurs, productdesigners, van iedereen, studenten, jongeren, die graag iets willen bijleren over het circulaire, over het ingenieurs, over het innovatie, om zo nieuwe producten en nieuwe coole projecten en ideeën tot leven te brengen. En daarvoor is High-Tech Lab een ideale plek om dingen te leren en ook te maken.